We zijn vandaag in Ilpendam, waar GroenLinks zijn verkiezingscampagne lanceert. En naast mij staat Laura Bromet, voor denk menig waterlandkenner wel bekend. Laura, jij zit al een tijdje in de politiek voor GroenLinks. Hoeveel zetels heeft GroenLinks momenteel? Drie zetels, drie van de 17. En dat hebben we al 12 jaar. Dus we zijn een stabiele grote partij in Waterland. We zijn de grootste linkse partij van Waterland. En de kiezers die gaan dit jaar weer stemmen, hè, want in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn er veranderingen binnen GroenLinks? Nee, niet echt. Nee, wij hebben eigenlijk op de eerste plaatsen dezelfde kandidaten staan als dat we de afgelopen jaren hebben gehad. Maar wat ik wel heel bijzonder vind is dat we ontzettend veel steun hebben uit de samenleving. We hebben 39 kandidaten die heel enthousiast GroenLinks willen ondersteunen op de lijst. Wat geweldig. En die zijn ook actief in de aanloop naar de verkiezingen. Ja, dat is vandaag zo'n bijeenkomst, hè, waar we de verkiezingsfilm presenteren. En een heleboel kandidaten zullen zo meteen komen kijken naar de première van onze film. Hartstikke leuk. En die film, hebben jullie die zelf gemaakt? Ja, nou, ik heb hem gemaakt samen met mijn vader. Dus met meneer Bromet, ook wel bekend in Waterland. Ja. En kan je wat vertellen over jullie standpunten in de gemeente Waterland voor het aankomende 4 jaar? Ja, wij focussen ons eigenlijk helemaal op het landschap en op de duurzaamheid. Dus wij vinden het heel belangrijk dat zo'n mooi gebied als Waterland, dat het ook mooi blijft. Dus dat er niet onnodige bedrijventerreinen of woonwijken aangelegd worden in de weilanden. En we vinden tegelijkertijd dat ook de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor de omslag naar een duurzamere samenleving. Waarin er energie wordt opgewekt met zonnepanelen en waarin auto's elektrisch worden. Al dat soort thema's, daar zijn wij ook heel hard mee bezig. Maar we zijn ook een linkse partij, dus we vinden natuurlijk ook dat de welvaart eerlijk verdeeld moet worden. En daarin zetten wij ons bijvoorbeeld in voor de bouw van jongerenwoningen binnen de kernen, zodat ook mensen met minder geld hier kunnen blijven wonen. Dat is wel hele mooie standpunten. En de energiebesparingen hebben we het afgelopen jaar eigenlijk best wel heel veel van gezien. Op het Nieuwe Tijd College zijn zonnepanelen geplaatst. En nou heb ik begrepen dat sommige huizen niet geschikt zijn voor zonnepanelen aan te brengen. Hoe heeft GroenLinks bedacht dat op te gaan lossen in de toekomst? Nou, je kan ook de gemeentelijke daken die er zijn, bijvoorbeeld op sporthallen, die zou je kunnen gebruiken om zonnepanelen op te plaatsen voor mensen die zelf geen ruimte hebben voor zonnepanelen. En dan kunnen ze toch hun zonnepanelen zelf ergens neerzetten, maar dan gebruiken ze daar dan gemeentelijke daken voor. Maar dat wordt dan wel eigendom van die persoon en die heeft het energievoordeel daarbij. Ja, zeker. Ja. Wat goed. En de woningvoorziening is inderdaad een groot probleem in Waterland. En vooral onder de jeugd hoor je heel veel van, ik moet toch wel 8 tot 10 jaar op een wachtlijst staan. En inmiddels zijn ze dan al uitgeweid naar omringende gemeentes. Zijn er wel bouwmogelijkheden nog in Waterland? Nou, het is wel heel moeilijk, want de gemeente zelf heeft heel weinig grond. Maar zodra er locaties zijn waar de gemeente eigen grond heeft en waar woningbouw mogelijk is, vind ik, moeten er gewoon goedkope woningen komen. En afgelopen donderdag hebben wij daarmee ook een succes behaald, want hier in Ilpendam is er een stuk grond van de gemeente en het college was van plan om daar dure vrijstaande woningen neer te zetten. En gelukkig hebben we dat voorstel om kunnen buigen naar een voorstel waar nu jongerenwoningen neergezet gaan worden. En dat is een succes van GroenLinks en daar hebben we uiteindelijk de steun van de hele raad voor gekregen. Dus daar was het geweldig mee. Ja, dat is een hele mooie stap. En ik denk ook inderdaad dat dat ook een van de grootste dingen die leven in Waterland. Hè? Want alle ouders zien hun kinderen eigenlijk vertrekken uit deze gemeente. Ja, je ziet ze wel vaak ook weer terugkomen. En als je spreekt over problemen op de woningmarkt, is het vaak ook een kans voor jongeren. Want de woningen zijn wel goedkoper geworden. Dus, En zijn er nog wat betreft dierenwelzijn? Want daar zetten jullie ook veel voor in. Wat zijn daar nog verbeterpunten op? Of dingen die jullie daar in jullie verkiezingsprogramma in meenemen? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat de ontwikkelingen in de landbouw toch wel heel erg zijn naar schaalvergroting. En GroenLinks wil dat niet eindeloos de kans geven. Dus wij zullen ook een grens stellen aan de grootte van stallen. Want wij willen niet dat er met de veehouderij, met de koeien hier in Waterland, hetzelfde gaat gebeuren als met de varkens in Brabant. Waar enorme stallen zijn en veel dierenleed is. Wij vinden gewoon koeien moeten in de wei en boerenbedrijven moeten niet te groot worden. Daar is de schaal van het landschap gewoon niet geschikt voor in Waterland. En hoe willen jullie ervoor zorgen dat Waterland ook financieel gezond blijft? Nou, het gaat heel goed met de financiën van Waterland.
Dat blijft een voortdurende zorg. Wij vinden het bijvoorbeeld wel heel erg dat er deze periode meer geld is gegaan naar wegen. En uiteindelijk is er genoeg geld beschikbaar, maar het gaat over de keuzes die je maakt. Hè. En de afgelopen periode is ervoor gekozen bijvoorbeeld om de bibliotheken commercieel te maken. Nou, dat zou nooit een keuze van GroenLinks zijn. En dan gaat het wel ten koste van het budget voor de onderhoud van wegen. Maar zo slecht zijn de wegen in Waterland nou ook weer niet. Nou, helemaal helder eigenlijk. Wat gaan wij zo meteen nog hier bekijken? Nou, we zijn hier bij elkaar met kandidaten van ons op de lijst en leden van GroenLinks. Ze komen luisteren naar wat wij in de campagne allemaal gaan doen. We presenteren onze nieuwe website en we presenteren de verkiezingsfilm. En daarna drinken we gezellig wat met elkaar en dan gaat iedereen weer naar huis. En de verkiezingsfilm is straks op Omroep PIM ook te zien. Ja. Dus, hartelijk dank dat u even mocht interviewen. Heel veel succes voor zometeen. En heel veel succes in de aankomende maanden om GroenLinks nog meer op de kaart te zetten. Dankjewel. Leuk dat jullie er waren. Graag gedaan. Ik neem aan dat mensen dat nog weten, waar ze ons allemaal treffen. En ik ben nog heel optimistisch, want de vorige keer toen er verkiezingen waren, de landelijke verkiezingen, toen kwam ik best wel veel mensen tegen die zeiden van, oh, wat heb ik er spijt van dat ik deze keer iets anders gestemd heb. Deze keer heb ik mijn verstand laten kiezen, heb niet mijn gevoel gevolgd en dat ga ik de volgende keer zeker niet doen. Dus ik ben heel optimistisch gestemd. En ik ben eigenlijk ook wel een klein beetje opstandig om eerlijk te zijn. Want als je nou kijkt naar de krant en naar de media, dan verzinnen ze daar in Den Haag van alles en nog wat. Iets wordt uitgesteld als het net even uitkomt. Iets wordt aangenomen als het net even uitkomt. Het lijkt wel alsof lokale verkiezingen een soort peiling zijn voor landelijk. Ik zou het wel stoer vinden als ze daar in Den Haag zeggen, weet je wat, we houden al onze lokale Kamerleden houten met houten en die houden we even in het hok 6 weken. Voor de verkiezingen, laat ze dat lokaal maar even uitmaken. Laat ze lokaal maar bewijzen wat ze waard zijn. Maar ja, de vraag is of ze dat durven. Dat zal niet. Maar de lokale verkiezingen zijn dus geen peiling voor landelijk. De lokale verkiezingen zijn voor politiek om de hoek. En daar gaat Laura zoiets over vertellen. Ja, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Wat Pascal vertelt is eigenlijk ook precies het verhaal wat ik zelf vandaag even voor jullie wilde houden. Want heel veel mensen zeggen, oh, campagnetijd en wat ga je dan allemaal doen? Maar wat wij in de campagnetijd doen is in principe precies hetzelfde als wat we doen tijdens de 4 jaar dat wij gekozen zijn. Ik snap ook niet dat je iets anders kan doen in de campagnetijd dan dat je doet als je gewoon de verantwoordelijkheid hebt om behoorlijke besluiten te nemen.
En ter illustratie dacht ik aan, ik zat vanochtend te kijken naar een filmpje van de campagnepresentatie van de PvdA. Ik vind het overigens heel erg leuk dat er een vertegenwoordiger van de PvdA aanwezig is. Maar ik ga nu wel iets onaardigs zeggen over de PvdA. Oh. want in hun slogan zit eigenlijk, net als in onze leus, het woord mooi. En wij hebben de afgelopen 4 jaar eigenlijk de afgelopen... Ja, zolang alle jaren dat wij hier in de Raad vertegenwoordigd zijn, ook hebben wij gekozen voor een mooi waterland. En elke keuze die we moesten maken, hebben we langs de meetlat van mooi of niet mooi gelegd. En de PvdA heeft dat niet gedaan. Tenminste, mooi is ook iets subjectiefs. Maar wij vinden in ieder geval van een heleboel besluiten die genomen zijn, ook de afgelopen 4 jaar, dat ze helemaal niet hebben geleid tot een mooi waterland. Zo hebben jullie kunnen zien toen je op weg was hier door Overleek, hier naar Ilpendam, dat daar een enorme stal verrezen is. En GroenLinks was de enige partij die tegen deze stal gestemd heeft. En ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die toen voorgestemd hebben en dat die denken van nou, dit draagt bij aan een mooi waterland. Want het is afschuwelijk. En hetzelfde geldt voor de weg tussen Broekenwaterland en Amsterdam. Als je daar rijdt, dan zie je dat daar ook een enorme loodsen zijn verschenen van een bedrijf wat de toestemming heeft gekregen om midden in die polder een grote halve fabriek neer te zetten. Nou, dat zijn dingen waar GroenLinks tegen strijdt. En wij komen op voor het landschap, dat zullen we blijven doen. En daarnaast zijn we natuurlijk ook een linkse partij. We zijn de grootste linkse partij van Waterland en dat willen we ook blijven. Dus we hebben afgelopen donderdag bijvoorbeeld geregeld dat hier in Ilpendam een stuk grond waar villa's gepland waren, dat daar nu jongerenwoningen komen. En het mooie is dat iedereen zat te mopperen in de raad en het college al helemaal. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal voorgestemd en nou, dat zie ik als een enorme overwinning. Dat is zoals wij politiek bedrijven. En zoals we dat ook de komende 4 jaar willen gaan doen, ik hoop met zoveel mogelijk vertegenwoordigers in de raad. Want zoals je zo meteen in het filmpje kan zien wat ik op ga zetten, hoe groter GroenLinks, hoe mooier Waterland. Ja, ik wou nog even over de film. Ik wou niet alleen mijn vader bedanken, maar ook Jaap en Filien en waar is hier Ruud? De hoofdrolspelers in de film naast mezelf. Jullie hebben echt hartstikke goed gedaan en ik vind het een hele leuke film geworden. Hij wordt op Omroep PIM uitgezonden tijdens de zendtijd van politieke partijen. Krijgen we allemaal 10 minuten en dan zal hij elke keer vertoond worden. En we maken van het eerste stukje een spotje en dat... Nou, hopelijk haalt het heel veel mensen over om op ons te stemmen. Hey.